Nog een laatste inspectie voordat de Scheldekraan in Vlissingen eindelijk weer overeind mag. 5 jaar geleden moest het gevaarte ontmanteld worden omdat het door achterstallig onderhoud gevaarlijk was geworden het ding te laten staan. Maar na een grondige restauratie is de ruim 80 jaar oude kraan weer in ere hersteld. Het optakelen van de twee onderdelen trok veel publiek. Ik ben een echte Vlissinger en ik heb ook het slopen van deze kraan gezien, hier een eentje verderop. En vind ik het toch wel mooi dat die weer opgebouwd wordt. Ja, heel geweldig dat het een stukje erfgoed behouden blijft, hè, van Vlissingen. Een stukje historie, ja. Maar de Vlissingers mogen wel flink in de buidel tasten voor het behoud van deze kraan. De kosten van de restauratie worden geschat rond de 7 ton. En de gemeente Vlissingen betaalt daar ruim 2,5 ton van. Vindt u het zonde van het geld? Nou, zonde weet ik niet. Als ze er wat mee kunnen doen, dan niet. Maar als je er zomaar staat voor het aangezicht van Vlissingen, ja, dan denk ik, ja, hadden ze misschien betere dingen mee kunnen doen. Ik vind als je alles wegdoet en alle monumenten wegdoet, ja, dan heb je helemaal niks meer. Ik vind het wel een aanwinst voor Vlissingen. De toeristen die vragen er ook een beetje om het mooie van Vlissingen, want Vlissingen is erg mooi. De komende weken worden de elektrische installatie en de aandrijving nog getest. En vanaf dan moet de Scheldekraan er weer een hele poos tegenaan kunnen.